Het werk wat wij doen, dat is heel belangrijk om te weten of we in Nederland nog voldoen aan de veiligheid die wij onze inwoners willen bieden. Want wij beschermen onze inwoners tegen overstromingen en wij zorgen ervoor dat ze droge voeten houden. Het werk wat wij doen als adviseur is heel boeiend, ook heel uitdagend. Er zijn ook landelijk heel veel inhoudelijke ontwikkelingen waar je als adviseur van op de hoogte moet blijven. Ook een belangrijk deel van het werk is om te kijken en te beoordelen of de dijken die we hebben, of die nog voldoen aan de wettelijke norm. Concreet houdt mijn werk in dat we bijvoorbeeld om aan onze doelstellingen te voldoen, dat we ook zelf gronden ter beschikking stellen voor bijvoorbeeld de productie van duurzame energie. En we hebben nu een zestal zuiveringen waar we op de reservetreinen nu zonnepanelen aan het installeren zijn. We zijn op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Zwijndrecht. En hier wekken we duurzame energie op met zonnepanelen. En dat doen we omdat we als waterschap in 2030 energie-neutraal willen zijn. Een nieuwe medewerker bij ons op de afdeling, die zal echt in een groep van enthousiaste professionals terechtkomen die aan de lange termijn doelstellingen van het waterschap werken en dat ook proberen terug te vertalen naar korte termijn stappen.